Goedendag, fellow songwriters. Welkom weer bij de Hedon Online Songwriting Academy voor het Swols Songwriters Gilde, waarvoor Esther Groeneberg en ikzelf, ik ben Bertolf Lentink, liedjes analyseren in de hoop dat we daar iets van kunnen leren en jullie ook. En vandaag ga ik het hebben over een persoonlijke favoriet van mij, namelijk Penny Lane van de Beatles. Voor de jongen onder ons, ik kom wel eens mensen tegen die namelijk de Beatles echt niks meer zeggen. De Beatles was een band die actief was in de jaren 60. En we kunnen rustig zeggen dat ze redelijk succesvol waren in wat ze deden. En de single Penny Lane kwam uit in februari 1967, vlak nadat de Beatles hadden besloten om nooit meer te gaan optreden. Bij hun optredens werd er namelijk eigenlijk alleen maar heel hard gegild door meisjes en ook door jongens trouwens. En ze konden zichzelf helemaal niet meer horen bij het live spelen. En daardoor hadden ze niet meer het idee dat ze zich muzikaal konden ontwikkelen. En werden ze steeds meer aangetrokken door de studio, waar ze nog volop konden experimenteren en muziek konden maken. En in eind 1966, nadat ze dus hadden aangekondigd om te stoppen met optreden, begonnen de Beatles met het opnemen voor een nieuw album, wat uiteindelijk het legendarische Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band zou worden. Maar omdat de platenmaatschappij al voordat dat album af zou zijn, twee nieuwe singles wilde uitbrengen van de Beatles, werden de eerste twee liedjes die waren opgenomen voor dat album al eerder uitgebracht als single. De Beatles kwamen uit Engeland, uit Liverpool. En John Lennon die had een lied geschreven over zijn kindertijd in Liverpool, Strawberry Fields Forever. En dat triggerde die andere grote songwriter in de Beatles, Paul McCartney, om ook een lied over zijn kindertijd te schrijven. De twee schrijvers die waren eigenlijk altijd in een soort, laten we zeggen, gezonde competitie verwikkeld. En daagden elkaar uit om steeds beter werk te schrijven. En als de ene een liedje over een bepaald onderwerp schreef, dan wilde de ander dat ook vaak proberen. Of de ene schreef een rocker, dan wilde de ander ook zo'n stoere rocker schrijven. En zo daagden ze elkaar de hele tijd uit en stuurden ze elkaar tot grote hoogtes. 1967, het jaar waarin Penny Lane dus uitkwam, dat was tegelijkertijd ook het hoogtepunt van de zogenaamde flower power tijd, de hippie tijd. De zomer van dat jaar zou ook later de geschiedenisboeken ingaan als de Summer of Love. En de Beatles die experimenteerden ook volop met drugs. Het was de tijd waarin dat ze LSD gebruikten, een hallucinerende drug. En dat zorgde ervoor dat hun teksten ook steeds abstracter en surrealistischer werden. En in Strawberry Fields en Penny Lane schrijven de Beatles eigenlijk over hun kindertijd, maar dan door een soort surrealistische, bijna magisch realistische bril. Penny Lane, Strawberry Fields, dat was een single met een dubbele A-kant, zoals dat heette. Dus vaak had je in de jaren 60 werd er een single uitgebracht met een A-kant en een B-kant. Dat B-kantje was dan eigenlijk niet zo belangrijk en een minder goed liedje, soort restmateriaal. Maar de Beatles brachten eigenlijk als eerste een single uit met een dubbele A-kant, waarbij de DJ's van de radio mochten kiezen welk liedje hun voorkeur genoot. En grappig genoeg was Strawberry Fields / Penny Lane de eerste single in Engeland van de Beatles die niet op nummer 1 terechtkwam. Dat was wel een beetje een soort teleurstelling voor ze, want het was eigenlijk wel, in ieder geval artistiek gezien, het hoogtepunt tot dan toe van hun muzikale prestaties. En ze werden van de nummer 1 positie afgehouden door Engelbert Humperdinck, in godsnaam. In Amerika werd het lied wel gewoon nummer 1, als vanouds. En voor mijzelf is Penny Lane ook een heel belangrijk lied. Ik kan me namelijk nog precies herinneren, dat ik het liedje als 14-jarige jongen voor de allereerste keer hoorde. En ik had echt het gevoel dat ik van de ene verrassing in de andere verrassing viel. Ik kreeg allemaal klappen voor mijn kop. Ik was zo ondersteboven van de schoonheid van dit liedje, dat het ook het eerste lied was waarbij ik echt moest huilen. Voor mij dat ik muziek zo mooi vond dat ik ervan volschoot. En dan ga je later natuurlijk steeds vaker proberen te analyseren van hoe komt dat nou? Wat gebeurt er nou allemaal in dat liedje waardoor dat effect op mij had? En dat gaan we vandaag proberen samen met jullie ook een beetje te onderzoeken. Wat maakt Penny Lane nou zo erg goed en zo mooi? Gaan we het eerst hebben over de vorm van het liedje, de structuur. Paul McCartney valt in het liedje
meteen met de deur in huis, met het couplet. Er zit geen introotje voor, er wordt gelijk gezongen en ook gelijk eigenlijk de titel. In Penny Lane, there is a barber showing. Dus ja, hij wint er geen doekjes om, laten we het zo maar noemen. De titel wordt ook gelijk genoemd. Het is gelijk duidelijk waar het liedje zich afspeelt en wat de titel van het lied is. En dat brengt ons eigenlijk gelijk op een grappig principe in dit lied. Heel veel liedjes van de Beatles hadden namelijk een vorm en die heet AABA. Twee coupletten waarin de titel dan vaak zit als eerste of als laatste zin. En dan een zogeheten brug, of zij noemden dat zelf de middle eight. 8 maten waarin er even iets anders gebeurde. En dan weer het A-gedeelte, AABA. Voorbeelden van liedjes van de Beatles die AABA zijn, is bijvoorbeeld Yesterday. Yesterday begint ook gelijk met de titel. Of Something in the way she moves. Allemaal AABA vormen. En dat hadden de Beatles natuurlijk afgekeken. In de jaren 60 stonden zij nog heel erg onder de invloed van schrijvers zoals Cole Porter en Rodgers en Hammerstein. Die allemaal van die jazz standards ook hadden geschreven. Of nou ja, klassiekers uit The Great American Songbook. En heel veel van dit soort liedjes gedragen zich ook als een AABA vorm. Maar grappig genoeg is Penny Lane eigenlijk een soort hybride tussen een AABA vorm en een couplet refrein model. Zoals dat nou ja, tegenwoordig eigenlijk alleen maar wordt gebruikt. Je krijgt twee coupletten. Het eerste refrein begint dan op 35 seconden. Dat begint ook met de zin Penny Lane is in my ears and in my eyes. Dus ze laten er geen misverstand over bestaan waar het liedje over gaat en wat de titel is. En waarom benadruk ik dat nou zo? Ik vind het zelf altijd heel erg belangrijk dat de titel van een lied duidelijk is. Dat heeft ook een commerciële kant, want de Beatles dachten ook zo, als mensen een liedje op de radio horen en ze willen het bij wijze van spreken nog een keer aanvragen of opzoeken op Spotify, zoals dat nu tegenwoordig gaat, dan wil je eigenlijk wel heel goed de titel van een lied onthouden. Dus er moet een soort textueel haakje zijn of iets wat je onthoudt en dat is vaak ook dan de titel. En de Beatles doen dat eigenlijk heel goed, zowel in de coupletten in de eerste zin als in de refreinen als eerste zin, de titel lekker duidelijk doorheen te rammen. Dan krijgen we daarna, na het eerste couplet, na de eerste refrein, krijgen we op 52 seconden couplet 3. Maar dan, in plaats van couplet 4, krijgen we een solo. Een piccolo trompet solo. En hier zie je weer terug hoe dit lied inderdaad een hybride is tussen een AABA vorm en een couplet refrein model. Het is namelijk eigenlijk hartstikke ongebruikelijk om in een couplet refrein model een solo of een instrumentaal stuk te plaatsen voor je tweede refrein. Dat zou je in een modern popliedje niet zo snel horen. Maar in een AABA-vorm is het dan wel weer heel erg gebruikelijk om, nadat je AABA hebt gehad, een instrumentaal stukje te hebben. En dan ga je weer naar je B vaak. En dat is hier dus het geval. En ik geloof dat zeg maar, de keuze voor een solo na het derde couplet voortkomt uit het idee dat de Beatles nog steeds heel erg vanuit die AABA-vorm dachten. De solo in het nummer wordt hier gespeeld door een zogenaamde piccolo trompet. Dat is een trompet die veel hoger kan nog dan een normale trompet. En Paul McCartney, de schrijver van dit nummer, die wist heel lang niet wat hij met dat instrumentale stuk aan moest. Totdat hij op een avond een concert van Bach hoorde spelen op de televisie. En daar kwam zo'n piccolo trompet in voor. En toen wist hij, dit past precies bij mijn liedje. Dit wil ik ook. En hij verzon een solo en die zong die voor aan producer George Martin. De grote man achter de knoppen en die alle arrangementen ook schreef voor strijkers en blazers en dat soort. En toen schreef George Martin die gezongen solo van Paul McCartney stel op in noten. Nodigde een piccolo trompet speler uit in de studio en de rest is geschiedenis. Na die piccolo trompet solo krijg je refrein nummer 2. Dat begint op 1 minuut en 25 seconden. Daarna krijgen we op 1:42 krijgen we couplet 4 en 5. 2 minuut 15 hebben we refrein nummer 3. En op 2:32 krijgen we dan refrein nummer 4. En dat refrein is een toon hoger. Daar wordt dus gemoduleerd. En het is natuurlijk best gebruikelijk, bijvoorbeeld in bijna alle songfestivalliedjes. Het is een soort cliché om je laatste refrein een halve toon of een hele toon omhoog
te modelleren. En toch is er in dit liedje iets heel bijzonders mee aan de hand. En daar kom ik zo nog op terug als we het gaan hebben over de harmonische structuur, over de akkoorden in dit nummer. Het liedje zelf is krap 3 minuten lang. De liedjes van de Beatles waren sporadisch langer dan 3 minuten. Ze hebben zelfs heel vaak liedjes die maar 2 minuten en 15 seconden duren. Iets wat je eigenlijk tegenwoordig ook weer steeds vaker terugziet. Nummers werden op een gegeven moment bijvoorbeeld in de jaren 70 steeds langer. Maar door het streamingtijdperk en dat er steeds meer in losse nummers wordt gedacht dan in albums, zie je dat eigenlijk de lengte van popnummers ook nu steeds weer aan het krimpen is. Dan gaan we het hebben over de akkoorden of de harmonische structuur van het nummer. Er gebeurt nogal veel bijzonders in dit liedje als het gaat over de akkoorden. Het liedje staat in de toonsoort B majeur, althans in het begin. Hij begint zo in Penny Lane, there is a barber showing photographs. Dat is eigenlijk een redelijk standaard dalende baslijn, waarin eigenlijk 100 liedjes met diezelfde baslijn zijn geschreven. Maar dan komt het geniale moment. Eigenlijk in het midden van de volgende frase gaat hij ineens modelleren naar de parallele minor toonsoort. Dus je hebt frase 1. In Penny Lane there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say hello. Dat is echt hoogst ongebruikelijk. Ik daag je ook uit om met een voorbeeld te komen van een ander lied waarin halverwege het couplet er ineens gemodelleerd wordt naar de parallele minortoonsoort. Om dat heel even uit te leggen, met parallele minortoonsoort bedoel ik gewoon dat je van B majeur naar B minor modelleert. Dat is eigenlijk best een hele harde overgang, zeg maar. Dat hoor je niet vaak. En dan ook vooral de plaats waarop dat gebeurt. Sowieso in die eerste couplet is raar. Maar wat de Beatles over het algemeen als songwriters ook zo sterk maakt is, en dat heb ik in de vorige video ook al verteld, de perfecte balans of de afwisseling tussen herhaling enerzijds en verrassing of afwisseling anderzijds. Het is namelijk ook precies die plaats waar wat het verrassend maakt. In Penny Lane, there is a barber showing photographs. Oké, dat is frase 1, zin 1. Of every head is at the pleasure to know. Op dat moment, halverwege frase nummer 2, krijg je ineens een heel andere kant op. Nou ja, dat vind ik heel knap verzonnen. Ik denk ook dat ik dat, toen ik het voor de eerste keer luisterde, dat de eerste klap in mijn gezicht was. Van wat gebeurt er hier? Ook vormt het plotselinge gebruik van die minortoonsoort een heel interessant contrast met de best wel zonnige tekst van het liedje, waardoor het lied heel veel aan gevoel wint op die plaats. Zoals ik al zei net, een gebruikelijke truc om het refrein soort van op te tillen is om een toon naar boven te modelleren, om de toon in ieder geval naar boven te bewegen. Maar in dit lied gebeurt precies het omgekeerde. Waar het couplet in B staat, staat het refrein in één keer in A, een toon lager. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Nogmaals, ik daag jullie uit om een ander lied te vinden waarbij er naar beneden wordt gemodelleerd in het refrein. Gebeurt ook niet vaak. Een hele goede vondst, vind ik. Hoe die modulatie tot stand komt, daar wil ik ook nog wel wat over vertellen. Namelijk via een zogeheten schakelakkoord. Of in het Engels heet het een pivot chord. Maar eigenlijk een akkoord is dat waarmee je twee kanten op kunt. Er wordt namelijk gemodelleerd naar A via het akkoord E. Dus we hebben het. Of every head is at the pleasure to know. Zijn we midden. And all the people that come and go. Stop and say hello. Dat is het eerste couplet. And on the corners is a banker with a motor car. The little children living him behind his back. And the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Dan zijn we op dat E-akkoord. En dat E-akkoord is de vierde trap in de toonsoort B. Vierde trap, voor de mensen die dat niet weten.
als je in een toonsoort zit, dan kun je eigenlijk op elke noot van de toonladder kun je een akkoord bouwen. E is in dit geval de vierde trap, dus het akkoord wat je bouwt op de vierde trap van B. Maar E is ook de vijfde trap uit de toonsoort A. En hij gebruikt deze E dus eigenlijk als een schakelakkoord om van de ene toonsoort in de andere terecht te komen. Penny Lane is in my ears. En daardoor gaat het op een hele, smooth manier eigenlijk. Het valt je bijna niet op dat je... Het is niet geforceerd, deze overgang. En dat komt omdat hij een schakelakkoord gebruikt. Een akkoord wat zowel iets in de ene toonsoort als in de andere toonsoort is. En zo komt hij in A major terecht. Het grappige is dat in het allerlaatste refrein krijg je toch weer die cliché modulatie van een hele toon omhoog van het refrein. Penny Lane is in my ears. Maar daardoor kom je dus pas op het allerlaatst, zeg maar, krijg je een refrein in dezelfde toonsoort als waar het couplet ook in staat, waardoor het liedje heel erg rond en af wordt gemaakt eigenlijk. Ja, ik wil nog wel één ding zeggen, ook over de akkoorden en de melodie. Want als je het refrein hebt gehad, dan heb je eigenlijk al drie toonsoorten voorbij horen komen. Penny Lane is a barber showing photographs. Very heavy is at the pleasure to know. Dat is toonsoort nummer 2, namelijk B mineur. And all the people that come and go. Dit is trouwens ook interessant. Je bent in mineur. Dit is Gies half verminderd. Als het ingewikkeld wordt, moet je maar even een beetje vooruitspoelen. Maar dit is ook weer een Dorisch akkoord, want dit is namelijk de grote zes uit de B mineur. Dus in normale minutoonsoort is de zes flat, zeg maar, dus een kleine zes. Maar hier krijg je een grote zes, dus ook weer een Dorisch akkoord. Maar meteen daarna wordt die zes weer verlaagd. Dus eigenlijk in die minutoonsoort verandert die ook nog twee keer van soort minor toonsoort. Dus in feite zou je ook nog kunnen zeggen dat hij daar twee toonsoorten gebruikt. Pouring rain, very strange. En ook de manier waarop hij weer terug moduleert trouwens. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit and meanwhile back. Via een vies akkoord. En dat is de vijfde trap in de toonsoort B. Dus daardoor kom je heel makkelijk weer terug naar huis. Maar die vies, die betekent ook wel wat in de toonsoort A. Want je zou namelijk deze vies kunnen beschouwen als een soort tussendominant naar B mineur. Dus vies zelf bestaat niet in de toonsoort A, maar je zou hem wel als een soort tussenakkoord kunnen beschouwen naar een ander akkoord wat wel bestaat in de toonsoort A. Wat trouwens best wel een gebruikelijke opeenvolging van akkoorden is. Dit heb je vast wel eens gehoord. Zo'n soort akkoordenwisseling. Dus die vies die betekent in A majeur ook zeker wel wat. Dus dat is eigenlijk ook weer een soort pivot chord, zoals dat heet. Een soort schakelakkoord. Gaan we nu hebben over de melodie. McCartney is natuurlijk ook een meester in het schrijven van goede melodieën. En gelijk in de eerste frase, in de eerste melodische zin, zit een zogenaamde sequens. En een sequens is een aantal noten die je eigenlijk hoger of lager doorzet. Precies dezelfde structuur van de melodie die je hoger of lager herhaalt. Lager of hoger in dezelfde toonsoort of in dezelfde toonladder. Dat is eigenlijk dus. Zie, dat is eigenlijk een sequentje van hetzelfde structuurtje. Je zou hem bij wijze van spreken nog verder kunnen doorzetten. Penny Lane, there is a barber. Dus dan merk je aan dat het een soort structuurtje is wat je kan blijven herhalen. En een sequens gebruiken, dat is ook weer een hele goede manier om structuur aan je melodie mee te geven. En ook ervoor te zorgen dat het makkelijk meezingbaar en makkelijk te onthouden is. Er zit namelijk een soort logica in, een soort inherente logica in die melodie. Een soort continuity, zoals dat heet. Doordat er dat soort structuren in zitten, is het makkelijk meezingbaar ook. Natuurlijk gebruikt McCartney ook over
het gedeelte waar het mineur wordt, ook de noten uit de mineur toonladder. Every hand is a pleasure to know. Daar heb je ineens is de zevende noot uit de toonsoort verlaagd. En hij gebruikt dan een kleine terts. Hè? Dus de derde noot uit de toonladder in mineur wordt altijd verlaagd. En dus het melodisch materiaal is daar ineens mineur geworden. Verder varieert Paul McCartney ook weer met de frasenlengte. Dus hoe lang zijn zinnen duren. Dat is een belangrijk instrument om ervoor te zorgen dat je melodie afwisselend blijft en niet saai wordt. Eigenlijk worden in het couplet wordt het per frase worden de zinnen korter. Kijk maar. In Penny Lane there is a barber showing photographs. Dat is de langste zin. Of every head is at the pleasure to know. Die is korter dan de eerste. And all the people that come and go. Die is eigenlijk nog korter. Stop and say hello. Dat is de kortste frase van het hele geheel. En in het refrein kruipt de melodie omhoog. En hoger dan de melodie is geweest in het couplet. En daardoor krijgt het refrein toch een lift. Terwijl de toonsoort naar beneden verhuist, gaat de melodie daartegen in wel omhoog. En dat geeft ook een interessant contrast. En eigenlijk zou je denken dat het refrein een beetje zou kunnen inzakken, omdat je naar beneden moduleert. Maar hij countert dat door de melodie wel te laten stijgen. En daardoor gaat het refrein wel omhoog. Dan de tekst. De tekst gaat over een echt bestaande straat in Liverpool. Paul McCartney pakte daar vaak de bus naar John Lennon's huis. Maar de tekst is eigenlijk veel meer dan een feitelijke herinnering aan plaatsen uit zijn jeugd. Het wordt allemaal net een beetje surrealistischer gemaakt. Misschien ook wel ingegeven door het drugsgebruik van de Beatles. Laten we de tekst eventjes samen doornemen. In Penny Lane there is a barber showing photographs. Nou, dat gelijk al. A barber showing photographs, dat klinkt bijna als een soort een kapper die... Oh ja, laat ik even doorlezen. Is showing photographs of every head he's had the pleasure to know. Alsof een kapper een soort expositie heeft van foto's van mensen die hij allemaal heeft mogen knippen. Dat is eigenlijk al een soort woordspeling of een soort manier van het beschrijven, waardoor een gewone kapper een soort kunstenaar wordt bijna. And all the people that come and go, stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laugh at him behind his back. And the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies. Dus net, nu schijnt de zon, maar net regende het nog. Met de banker, he never wears a Mac in the pouring rain. Dus het is eigenlijk een soort bonte verzameling. Het speelt zich misschien niet af op één moment in de tijd, maar het is een soort grote kaleidoscoop van beelden die allemaal een beetje surrealistisch aandoen. In Penny Lane there is a fireman with an hourglass. Een brandweerman met een zandloper. And in his pocket is a portrait of the Queen. Let ook op de alliteratie. Dat zorgt ook voor muzikale taal vaak. Het gebruik van alliteratie, dus dezelfde medeklinkers aan het begin van woorden en binnenrijmpjes, maar in his pocket is a portrait of the Queen. He likes to keep his fire engine clean, it's a clean machine. Dan in het tweede refrein zit eigenlijk een vies grapje. Penny Lane is in my ears and in my eyes. A four of fish and finger pies. A four of fish, dat is gewoon, in Engeland kun je a four of fish, dat is zeg maar aan, weet ik veel, four pennies waarde aan vis, hè? Maar finger pie, dat is eigenlijk een vies grapje voor het, laten we zeggen, manueel bevredigen van een vrouwspersoon. Daar waren de Beatles ook meester in. Altijd kleine grapjes over seks en drugs in hun liedjes op. Behind the shelter in the middle of a roundabout, the pretty nurse is selling puppies from a tray. And though she feels as if she's in a play, she is anyway. En dat schijnt, heb ik dan gelezen, ook weer een soort referentie te zijn aan LSD gebruiken en het idee dat je, als je LSD hebt gebruikt, dat alles eigenlijk een soort toneelstuk lijkt. En net zoals die expositie van de kapper, lijkt Paul McCartney eigenlijk gewoon hele alledaagse dingen te beschouwen als kunst, bij wijze van spreken. Dus de nurse die bloemen verkoopt op het midden van een rotonde,
dat is eigenlijk een soort actrice en de kapper is een soort kunstenaar met haar. Dan het laatste couplet in Penny Lane, de barber shaves and customer. Hier in dit couplet zien we alle karakters die voorheen zijn beschreven weer terugkomen. Dus dan krijgen we een soort roundup, alsof we in een soort romannetje, een mini-roman zitten, waarbij karakters eigenlijk met een paar zinnen worden opgeroepen. Die komen in het laatste couplet allemaal weer terug. Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. Dus die zit in de kapperszaak. And then the fireman rushes in. Die komt ook binnen bij de kapperszaak. From the pouring rain, very strange. Nou ja, op die manier wordt het heel mooi afgerond. En tegelijkertijd, muzikaal, wordt het ook heel erg mooi afgerond. Doordat de toonsoort op het allerlaatst van het refrein modelleert naar dezelfde toonsoort als het liedje in begon is. Ja, dan om proberen terug te komen op die vraag die ik aan het begin stelde. Waarom vond ik dit lied ooit, ik vind het nog steeds heel erg mooi, maar waardoor werd ik er zo door geraakt? Nou, ik denk dat ik in eerste instantie echt heel erg werd verrast. Ik ben heel erg gevoelig voor akkoorden, die vind ik mooi. Dat komt ook omdat ik gitarist ben, dus als gitarist begin je vaak met akkoorden te spelen, dus ligt daar misschien ook wel je focus. Maar al die gekke akkoordvondsten, dus van majeur naar mineur en een andere toonsoort in het refrein en dan ook nog verschillende minor toonsoorten door elkaar heen gebruiken. Dat vond ik allemaal geweldig. En dat lied balanceert voor mijn gevoel heel erg mooi op een soort grens van vrolijkheid en melancholie. Het is op het eerste gehoor best wel een vrolijk liedje, maar er zit een laag onder. En misschien is dat ook wel hoe nostalgie voelt. Hè? Het is natuurlijk een lied over zijn kindertijd. Maar het is een voor mijn gevoel een soort vrolijke herinnering met tegelijkertijd de weemoed dat het allemaal voorbij is in kindertijd. En in dit lied wordt dat harmonisch ook eigenlijk verwoord door het gebruik van die minor toonsoorten en het modelleren naar beneden. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die het meer diepgang geven, meer weemoed, meer melancholie. En zeg maar precies die combinatie van vrolijkheid en nostalgie / weemoed / melancholie. Dat is denk ik wat mij er zo in aansprak. Anders gezegd, die rare akkoorden in het lied, dat zijn meer dan technische gegevens of meer dan random keuzes. Die gebruikt Paul McCartney denk ik heel bewust om het gevoel wat het lied oproept ook daadwerkelijk bij je op te roepen. Takeaways. Wat kunnen wij nou leren van dit lied? Nou, bijvoorbeeld het origineel zijn met vorm. Hè? Die solo voor het tweede refrein, hoogst ongebruikelijk. Door bijvoorbeeld te denken in hybrides. Dus dat het iets van beide heeft. Namelijk van de AABA-vorm en het compleet refreinmodel. Zou je zelf ook aan kunnen denken als je eens een keer vast zit in de vorm van een liedje. Dat je denkt, ik doe alweer hetzelfde. Waarom doe je niet eens een keer een solo voor je tweede refrein? Grappig om te proberen. Modulaties. Leuk om te hebben aangeraakt. Van majeur naar parallel mineur. Toonsoorten naar beneden modelleren via zogenaamde schakelakkoorden. Misschien ook leuk om zelf eens te proberen. Modelleren via schakelakkoorden. Dus akkoorden die zowel in de ene toonsoort als in de andere toonsoort een functie hebben of bestaan. Sequenzen gebruiken in de melodie. Dus McCartney doet het super vaak. Dus binnen één frase, dus binnen één melodische zin al sequenzen gebruiken. Eleanor Rigby doet dit bijvoorbeeld ook. Eleanor Rigby, zin 1. Picks up the rice in a church where a wedding is in. Dat doet hij ook, weet je wel. Dat zou je bij wijze van spreken tot in het oneindige kunnen herhalen. Maar daardoor komt er dus logica en hou vast in je melodie voor een luisteraar. En dan ook weer de variatie in frasenlengte. Dus maak niet al je frases even lang. Probeer daarin af te wisselen. Oké, dit was mijn analyse van een van mijn allerfavorietste liedjes ooit, Penny Lane. Ik hoop dat je er wat aan gehad zou kunnen hebben. En heel graag tot een volgende keer. Waarschijnlijk word ik dronken van me. En zeg ik dat ik niet meer zonder je. Vraag ik of je een beetje hoe lang ik op. This way and I can't stop. Hands on the wall and I won't drop.